Het is donderdagavond. 9 uur. 17 oktober 2019. En het is Papapoe, Serieus, Germain en André. Alweer. En wat hebben we eigenlijk ook weer allemaal in ons petto vandaag? Ja, we hebben een interview met Gerard Rekveld. Ja. We zijn weer bijna gegeven in Rotterdam. Nee. Nou, dat is mooi zeg. Contact in Rotterdam. Nee, dit wordt een serieus programma. Kom op. Want er zijn ernstige dingen aan de hand in de wereld, ja. Bart. Heb je dat allemaal meegekregen vandaag? Ik heb veel dingen meegekregen. Dat de Brexit gaat eindelijk door. Nou, dat is nog niet gezegd. Nou, jawel. We kunnen er gevolgelijk van uitgaan dat het... Ik heb een exclusief gesprek gevoerd met onze Brexit-correspondent in Brighton. Die we straks ook even gaan bellen. Ik ga ook bellen. En David was echt 100% overtuigd dat het nu gewoon doorging. Hij was down and out. Hij zag er geen geld meer in. Hij zag er geen geld meer in, omdat iedereen toch op conservatieven blijft stemmen, ook als er verkiezingen komen. Ja, bijvoorbeeld. Maar het grootste gevaar is dat die verkiezingen pas komen als de Brexit al een feit is. Dus dan valt er weinig meer terug te draaien. Op zich is het natuurlijk een wanvertoning om... om gewoon zonder verkiezingen zo'n belangrijk ding voor een land door te fietsen. Er zijn wel meer wanvertoningen in deze wereld. Precies. De situatie in Noord-Syrië. Ja. Dat is het andere nieuws van vandaag. Daar ontzettend van afvraagd. Maar je hebt ook van vorige week natuurlijk. Hè. Er is een deal gesloten tussen... Dat het nu zou stoppen. Maar waar zijn ze dan? Een wapenstilstand. Ja. Ja, maar hij vecht door. Of toch niet? Nou, dat weet ik niet. Maar hoe kan het dat het Syrische leger er meer dan een week over duurt? Het is een dubbele doorgestoken kaart. Het is een driedubbel doorgestoken. Assad heeft een leger. Het is een strook van 30, 40 kilometer breed. Hoe kan het dat het Syrische leger niet aankomt? Dus, ze kunnen er heel snel zijn. Ze rukken op, hoor je elke dag. Nu zijn ze er toch wel eens een keer. Ja. Ja. Dus waar moeten die Koerden heen inderdaad? Dat is dan. Ja, dat is het andere. Dat is gewoon het hele plan natuurlijk. Ja. Dat daar gewoon al mensen wonen. Waar dan volgens Erdogan nog zoveel miljoen mensen overheen gepland moeten worden. Dit is het zoveelste droevige nieuws. Oké, we gaan bellen met Mark van Stop Wapenhandel over wapenleveranties aan Turkije. Dat gaan we straks even doen. Dat gaan we straks doen. Ja. Hebben we afgesproken. Dan is er ook nog in Amsterdam het een en ander aan de hand. Er is een woning gekraakt in de Borgenstraat. Te koop aangeboden, een begane grondwoning, waar dus een bejaarde uit de buurt zou kunnen gaan wonen. Hè? Dus wordt oud, kan niet meer op de derde. Is in de verkoop gegaan. En dat zouden ze niet meer doen bij Emere. Nee. Of was het niet Emere? Nee, het is stadgenoten, maar dat maakt niet uit. En het stadsdeel heeft gecontroleerd hoeveel woningen er uiteindelijk in de sociale sector terechtkwamen. Dat waren er zo fucking weinig in retrospectie. Dat die stadsdeelwethouders hebben zich ook heel erg druk gemaakt over dat dat nooit meer voor zou komen. Dus de reden om te kraken is daarmee ook extra sterk. Ja. Maar ze hebben ook, er wordt nu vergaderd op dit moment. Dat gaat straks even inbreken in die vergadering. Ik heb wel al een klein nieuwtje, want morgen is er een fantastische actie. Want dan komt er een delegatie uit het nabijgelegen bejaardenhuis. En ik zag het al helemaal voor me, 50 demente bejaarden in een... Maar dat zijn helemaal geen demente bejaarden. Ze zijn allemaal nog verschrikkelijk goed bij geest. Ja. En een van die bejaarden is de heer Domelijn Nieuwenhuis, hemzelf. De kleinzoon of achterkleinzoon van. Fijn dat hij van. Nog de extra naam heeft, Menno. Wat goed. En die gaat daar ook zitten en die gaat ook niet meer weg. Die heeft gezegd, ik blijf daar gewoon zitten totdat ik gearresteerd word. Dus die man is geïnspireerd. Geïnspireerd door Extinction Rebellion, Gerard. Wat vinden we daarvan? Goed zo. Nou ja, vandaag zijn er trouwens een aantal... vanochtend zijn een aantal activisten van de metro afgetrokken... Hè, door boze commuters. Wait a moment. En welke metro? Onze metro? Nee, in Londen. In Londen. Extinction Rebellion protesters van de metro afgetrokken. Wat ze met hun non-violent strategie voor een heel interessant vraagstuk stelt... van hoe lang hou je dat vol en wie moet je lastigvallen om de goede zaken onder aandacht te brengen. Maar daar gaan we het straks over hebben. De grote vraag is, wie moet je een klap op zijn bek geven? Volgens mij. Maar Allah. Dat is niet als je heel erg dapper bent. We gaan eerst even bellen met, dat is dan eigenlijk het leuke nieuws. Hè. Dit weekend hebben we ADEF in Amsterdam. Ja. Amsterdam danst ergens voor. Oh ja, altijd goed. Altijd dat is, eigenlijk... Dat een soort is dieselbus uit het jaar 40. Dit is het alternatief voor de AD. Sorry. Ik heb het eerste Amsterdam Dance Event meegemaakt waarbij wij als bedrijf bij stonden met een soort kuifje raket met smoke en de eerste CD-ROM die over wiet en marihuana ging. Was dat het bedrijf van jou?
Ja, okay. En dat was een dekmantel, zoals okay. men dat noemt. En er waren 4 DJ's en wat labeltjes en zo. Ja. En als je ziet wat het geworden is, zeg jezus, het is ongelooflijk. Gewoon miljoenen exercitie. Ja, ja, iedereen bloeit ja, en ja, cash erbij ja. in. En, ik heb nog nooit iets aan verdiend. Ik ben ook nog nooit naartoe gegaan. Ja, ik denk dat het hier eerder na is, eerlijk gezegd. Ja. We houden zo, houden zo. En het hele riool wordt volgepland met koken, dat weet je. Ja. Althans, je kan meten wie wat gebruikt en hoeveel. Ja. Trouwens, daar hebben we het helemaal nog bijna niet over gehad. Die prachtige milieuplannen van Rotterdam en Amsterdam. Dus het riool van Amsterdam en het afval van Amsterdam. En dat die warmtebuis. Die schitterende, debiele, idiote gedachte om die warmte gewoon 40, hoeveel kilometer verderop... te gaan vervoeren met een buis. Is dat een serieus plan? Dat de hitte van onze stront... zo ontzettend voor de bijl. De hitte van onze stront wordt gebruikt om de warmte... Nee, nee, nee. Onze stront. Nee. Oh, dat is nog veel mooier. Dat plan van het Amsterdamse energievuilnisbedrijf... was namelijk dat... Die hebben dus gezegd op een gegeven moment... dat in het rioolslip... daar is genoeg eiwit uit terug te winnen. Dat is 21% van de eiwitbehoefte van de Amsterdamse bevolking. Dan kunnen we eten. Ik ben volledig voorstander. We kunnen stront eten. Als je leest wanneer, en het is wetenschap, mensen. Als je leest wanneer de eerste misoogsten verwacht zijn. En wanneer er hongersnood kan komen. Of eerst stijgende voedselprijzen. Dan hongersnood in West-Europa. Dan schrik je helemaal te pleuren. Ja, dus ik vind het een goed plan. Is ook een goed plan, maar het was een beetje een luchtfietserij. Het is helemaal niet, kon niet. Het werkte niet, het werkt niet nu maar nog. Weet je wat het probleem is, Gerard? De eerste keer gaat het misschien nog goed met die 21%. Maar met die misoogte van jou zit er op een gegeven moment helemaal geen eiwit meer in die stront. En dan valt er ook niets meer uit te halen wat we kunnen opeten. Nee, dan, vegan of zo? Wat zeg je? Vegan worden. Vegan? Ja. Nee, dan gaan we elkaar opeten natuurlijk. Niks vegan. Ik moet kleine pissenbedjes van onder de stenen van aanhalen om je eiwitten te krijgen. Oké, maar we gaan eerst even bellen. We gaan bellen, want we krijgen het allemaal niet af op deze manier. Nee, al dat gelul, man. We moeten gewoon even bellen met... wie was het? Ja, we gaan Niels bellen. Niels is van de ADEF. Ja. En die gaat ons even vertellen wat er dit weekend allemaal op het programma staat. Het staat al open. Dat is wat even de leuke dingen van de ADEF van dit jaar is dat... Tenminste, dat heb ik me laten vertellen, maar dan gaan we zo aan Niels vragen. Dat het helemaal in het teken staat van de acties rond de Lutkemeerpolder. Hey, wat goed. Dat vind ik eigenlijk alweer heel erg okay. Sympathiek. Staat het allemaal open hier? Ja, ik denk kan ik hem gaan bellen? Oké. Okay. Als we morgen overgaan, dan weten we het zeker. Was hij er zaterdag ook? Dat weet ik niet, dat gaan we dan vragen. Ja, want daar was hij steeds in rebellion ook bij. Ik hoor nog niks. Ik hoor wel een overgang naar Maar hij mag wel wat harder. Nou, maar hopen dat hij opneemt. Ja, totaal. Ik vind geen kut met een opname. Hallo? Hallo, met Niels. Ja, hi, je spreekt met Menno van Radio Pattenpoel Serieus. We zouden even met jou bellen. Je bent nu live in de uitzending trouwens over de ADEF van aanstaand weekend. Aanstaande zaterdag, om precies te zijn. Oké. Okay. Dus, welkom. Wat staat er precies te gebeuren? Kun je in het kort even schetsen wat we kunnen verwachten aanstaande zaterdag? Zeker weten. Nou, we zijn om 1 uur op de Dam. En de Dam is natuurlijk een mooie plek om even stil te staan bij de gevallen vrijplaatsen. Er zijn de afgelopen tijd nogal wat ontruimingen geweest. We willen even stilstaan bij de teloorgang van deze plekken. Dus we houden 1 minuut... stilstand, maar niet, we gaan niet stil zijn, want we zijn nou eenmaal een schietreef. Dus we gaan niet stil zijn. We gaan 1 minuut witte ruis laten horen. En die over de Dam schallen uit protest voor de ontruimingen van deze fantastische plekken die ons anders zoveel connectie en kleur brengen. Dus vandaar witte ruis. Dat is wat je hoort als je weet je dat testbeeld bij tv. Dat zwart-witte gebeuren, als je geen connectie en kleur hebt. En wij vinden dat vrijplaatsen kleur en connectie brengen naar de stad. En vandaar dat we over de 11 sound systems, wagens die meedoen, deze witte ruis gedurende een minuut gaan laten horen. En dat is dan ook het begin van de parade. Vanaf daar start de muziek en de kleur. Dus om 1 uur beginnen jullie op de Dam met een minuut witte ruis.
Dat klopt. Yes. Hey, en vervolgens wordt er gelopen en gedanst eigenlijk, hè, door de stad, toch? Ja, er zijn 11 geluidswagens die doen mee. Sound systems, zoals dat wat hipper klinkt in het Engels. En die komen uit verschillende kraakbanden, party scenes, wel dan van de. Ja, wat gaat de route ongeveer worden? Kan je daar wat van zeggen? Ja, er zijn er dus 11 en dat is van allerlei verschillende genres en verschillende plekken. Natuurlijk zijn de vrijplaatsen die zijn present. Dat is de ADM, de Buisdorp, maar er is ook de Vliegtuin uit Noord die binnenkort weg moet. Dat is die plek op de Distelweg. Maar er zijn ook, natuurlijk is de DAF er weer, die vanuit Ruigoord meedoet. En dan zijn er een boel gewoon sound systems die meer dynamisch op verschillende plekken de ruimte claimen om hun geluid te laten horen. De genres lopen heel erg uiteen van techno met een K aan de harde kant van het spectrum tot funk eigenlijk van Bijensdorp en alles daartussenin. Ja. Oké, dat klinkt goed. Hoeveel mensen verwachten jullie ongeveer? Wordt het mooi weer eigenlijk zaterdag? Vooralsnog ziet het eruit alsof het een beetje gaat regenen. Ja. Maar dat aan de andere kant, meestal begonnen we op een wat minder zichtbare plek. In het begin wel op de Dam. Dus het is wat bereikbaarder voor mensen. We zullen sneller zichtbaar zijn. Dus we zullen ook wel wat mensen spontaan aansluiten, verwachten we. Maar we hebben afgelopen dinsdag een filmpje gepost dat heel erg veel en vaak is gedeeld. We staan inmiddels ook in wat agenda's van verschillende plekken en media. Dus ja, het is altijd moeilijk te voorspellen zoiets. Hoeveel mensen daarop afkomen. Want ja, Facebook gebruiken ook steeds minder mensen eigenlijk. Dus je kan ook niet uitgaan van mensen. Ja, dat is ook niet zo verschrikkelijk betrouwbaar medium, hè? Nee, precies. Want er zijn uiteindelijk. Komen wij natuurlijk ook uit een scene waar Facebook niet de hoofdmoot van de communicatie is. Dus we weten het eigenlijk niet zo goed. Maar het is wel zo, het wordt niet echt super bijster goed weer. Dat betekent dat de mensen die er zijn, die menen het. Dus dat is dan wel weer mooi. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, en verstond het begin net even niet zo goed, maar ik heb begrepen dat jullie dus aandacht besteden aan allerlei vrijplaatsen die dit jaar eigenlijk ons ontvallen zijn. Hè? Het belangrijkste is misschien de ADM, maar het zijn natuurlijk veel meer. En een van die plekken is ook de Lutkemeerpolder, waar eigenlijk nog steeds strijd over gevoerd wordt. Ja, mij is verteld dat in ieder geval een deel van ADF dit jaar ook in het teken zal staan van die strijd. Klopt dat? Ja, dat klopt. We zullen sowieso in de openingsmanifestatie daar ook de Lutke meer aandacht geven. Ook omdat dat iets is waar er misschien nog iets aan gedaan kan worden. Ja. En het is natuurlijk hartstikke raar dat wij een college hebben dat gedomineerd wordt door GroenLinks. En dat zij groen nog links bezig zijn als ze de Lutke Meer gaan ontruimen voor en zand gaan storten voor een industrieterrein. Dat is natuurlijk helemaal van de gekken. Ja, volledig van de gekken inderdaad. Dus goed dat jullie dat ook centraal stellen dit weekend. Ik hoop dat er gewoon ontzettend veel mensen gaan komen. Ik kom in ieder geval zelf even kijken. Dus dankjewel voor deze update. En tot zaterdag. Graag gedaan. 1 uur op de Dam. Kom niet te laat. Want anders mis je de Damkraak zoals we dat hebben. Ja, de Damkraak. Ja, heel goed. Oké, okay, hey. De Damkraak. Dankjewel. Yo, okay. Bye. Bye bye. Later. Tot de
voel serieus, Jimentje André. Yes, dit was Niels van ADEF. Aanstaande zaterdag dus vanaf 1 uur op de Dam verzamelen en dan lekker door de stad heen marcheren. En dan uitzetten. Even kijken. We gaan meteen door met de volgende beller, denk ik. Ja, dat hoopte ik. Dat we verder gingen met stopwapenhandel. Ja, en dat is Mark. Mark, juist. En die zit klaar, denk ja, je? Ja, die zit ontzettend klaar. Die... ja. Die zit gewoon al, die zit al een half uur op hete kolen, man. Nou, dat weet ik niet precies. Ik weet niet hoe die zit. We gaan eens even proberen of hij te bereiken is. De Damkraak. Kan trouwens het geluid iets harder, want ik versta er eigenlijk helemaal. Ah ja, daar zie je een draaiknop voor volume hier. Met Mark. Hallo Mark, je spreekt met Bart van Patapoes Serieus. Je bent live in de uitzending. Oké. Okay. Ja, hey, je bent van Stop Wapenhandel en ik wil het eigenlijk over twee dingen hebben met je. Het ene is de oorlog in Noord-Syrië en Turkije en wapenleveranties. Er is gezegd, we gaan voorlopig even geen wapens aan Turkije leveren. Maar ja, Turkije heeft natuurlijk al wapens. Hoe zit dat eigenlijk? Wiens wapens worden daar gebruikt? Kan je daar iets over zeggen? Ja, je hebt gelijk. Het is een beetje mosterd naar de maaltijd om nu te stoppen. Wel goed, maar het is al heel veel heen gegaan de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld. Ja, de afgelopen 10 jaar is er ongeveer 13 miljard Europese wapens naar Turkije gegaan. Uit Duitsland, Spanje, Italië zijn grote leveranciers, Nederland ook. En veruit de grootste leverancier van wapens zijn de Verenigde Staten. En als we nu kijken naar wat er nu allemaal wordt verknald, hoewel het mij totaal onduidelijk is van wie waar schiet en welke wapens er worden ingezet, heb jij daar wel zicht op? Ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld in Jemen op een gegeven moment is er een soort huls gevonden. Kon je zeggen van, hé, dat is die en die wapenfabrikant heeft ervoor gezorgd dat dit ziekenhuis in puin ligt. Maar zijn dit soort links ook al te leggen in wat er nu is gebeurd in Noord-Syrië? Nee, voor zover ik... weet niet. Nee. Ja, dat zal later wel weer komen. Als de puinhopen een beetje opgetrokken zijn. Maar ja, je kunt ervan uitgaan dat er veel door Europa geleverde wapens ingezet worden. Op het moment. Zijn het ook door Nederland geleverde wapens? Zijn er Nederlandse wapenfabrikanten die betrokken zijn bij de wapenhandel met Turkije? Ja, zeker. Turkije is de afgelopen 10 jaar was Turkije de 5e of 6e klant van de Nederlandse wapenindustrie, dus een grote afnemer. En dat gaat vooral om onderdelen. Onderdelen voor tanks en panzervoertuigen, onderdelen voor gevechtsvliegtuigen, helikopters, nachtzichtapparatuur. Een grote kans dat ingezet wordt. Met onderdelen is het altijd een beetje lastig achterhalen wat er precies mee gebeurt. En over welke bedrijven hebben we het dan ongeveer? Dat is een goede vraag. Zo'n bedrijf volgens mij in Delft, of dat heette de Delftse, Old Delft, ja. die inderdaad spullen voor nachtkijkers en dat soort shit leveren. Ja. Is dat een van die bedrijven? Dat bestaat niet meer, maar een ander bedrijf op dat vlak, Photonis, dat is inderdaad wel de leverancier van nachtzichtapparatuur. En heeft het dan zin om bijvoorbeeld een voorbeeld te nemen aan onze vrienden van Extinction Rebellion, die dan gericht actie voeren tegen bedrijven die zich schuldig maken aan klimaatonvriendelijke praktijken, om bezettingsacties of iets dergelijks bij die bedrijven te gaan voeren? Acties tegen wapenindustrie zijn wat mij betreft altijd goed, want ze veroorzaken eigenlijk alleen maar ellende. Maar stel je wil een actie komen, dan zou ik zeggen van nog belangrijker zijn de bedrijven die doorlopende samenwerking hebben met Turkse bedrijven. Turkije is de afgelopen 15 jaar heel hard bezig geweest om een eigen wapenindustrie op te bouwen, juist om minder afhankelijk te zijn van wapenimporten, dus van wapenexporten van andere landen.
En ook Nederland heeft daar een steentje aan bijgedragen door het leveren van kennis en technologie. Er zit bijvoorbeeld een fabriek van Fokker in Turkije. Die daar samen met Turkse bedrijven werkt aan onderdelen voor de F-35, de nieuwe bommenwerper, een gevechtsvliegtuig. En ja, dat soort samenwerkingen blijven ook gewoon doorgaan. Oké, je maakt eigenlijk al bijna dat bruggetje wat ik al wilde maken. Namelijk de F-35 is ook bijgenaamd de JSF. Die is de vorige week is weer zo'n pagina grote advertentie. Is altijd leuk zo'n pagina grote advertentie. Dan Vattenfall doet er eentje. De regering van Hongkong. De fabrikant van de JSF met een pagina grote advertentie bedankt. De eerste operationele JSF is aangekomen. Daar was wat kritiek op. Want het schijnt ook dat we meteen de atoomtaak van Nederland is er mee geschoenlepeld. En de minister van Defensie doet net alsof er... alsof dat zomaar geregeld is, maar dat schijnt veel ingewikkelder te zijn. Kan je daar iets over zeggen? Of deze geleverde F-35 kernwapens af kan werpen, dat is nog een beetje onduidelijk. Want toestellen moeten daar wel speciaal voor geschikt gemaakt worden. Nederland heeft eigenlijk al vanaf het begin dat er sprake was van de aanschaf van de F-35 voor gekozen om dat te doen. Er is in 2014 een motie in de Kamer aangenomen om die kernwapentaak af te gaan stoten. Dus bij de overgang van de F-16 naar de F-35 die niet meer geschikt te maken voor kernwapengebruik. Maar de regering heeft dat naast zich neergelegd. Wat ze nou zeggen is eigenlijk een beetje flauw. Ze zeggen nu van we hopen dat het niet meer nodig is om kernwapens een kernwapentaak te hebben als echt de volledige BUPS F-35. Ja, dat is ontzettend lulverhaal, want dat kan je eigenlijk met terugwerkende kracht zeggen dat het dus pak een beet 40 jaar geleden wel nodig was. What the fuck, weet je wel? Wat een totale... Maar hoe gaan we daar even het verzet tegen aanzwengelen? Want ik ben er eigenlijk ontzettend kwaad over. Heb jij een tip, Mark? Dat is een hele lastige vraag. Ik geef het toe, dat is een hele lastige vraag. Nou, ik heb wel een tip. Die heb ik ook weer van de Extinction Rebellion gejat. Want in Londen schijnt er Paralympische atleet zijn geweest. Die zichzelf, James Brown. Ja, James Brown. Die beroemde soulzanger. Die heeft zich dus vastgelijmd, geloof ik. Nee. Op de cockpit. Ja, doe nou even gewoon mee, Gerard. Op de cockpit. Met jouw van leugens. Een, ja, op een cockpit van een... Van een vliegtuig. Ja, maar er zijn slechte ervaringen mee. Want dus, ik weet even, Mark, sorry dat wij ze de hele tijd alles vol lullen terwijl we je eigenlijk aan het interviewen zijn. Er zijn ook wel eens mensen naar de luchtmachtdagen gegaan. Die dachten, we gaan een beetje actie voeren. En die zijn bijna ternauwernood gelinched door het enthousiaste luchtmachtpubliek dat daar rondliep. Dus ik ben, dat is allemaal niet zo makkelijk misschien, dat actie voeren. Maar eventjes die kerntaak, hè. Dat is... Is dit nu alles wat we horen en dan vervolgens horen we weer 17 jaar niks en hebben we gewoon die kerntaak? Of is er, ik voel me zo machteloos daarbij. Kijk, de regering praat het liefst zo weinig mogelijk over die kernwapens in Nederland. Want ze doen nog steeds alsof het onduidelijk is dat de kernwapens op de luchtmachtbasis Volkel liggen. Alles wijst erop dat die kernwapentaak er gaat komen of gaat blijven. En volgens mij brengt dat grote risico met zich mee, want tegelijkertijd worden ook die kernwapens die op Volkel liggen gemoderniseerd. Er wordt waar ze mee bezig zijn is een veel beter bruikbare versie van de huidige bommen maken, die preciezer gericht kan worden. En dat verlaagt ook nog eens de inzetdrempel, dus het wordt makkelijker om ze in te zetten. En ik denk dat juist de combinatie van en die nieuwe F-35 met de kernwapentaak en die nieuwe kernwapens heel gevaarlijk is. En dat er al een reden toe is om daar constant tegen in verzet te blijven komen. Ja. Oké. Het is allemaal heel somber. Maar eigenlijk ben ik wel weer een beetje uitgevraagd. Of heb jij nog een tip of een bepaald iets wat je nog aan de luisteraar wil meedelen? Nee, er zijn heel veel protesten tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. Doe daar aan mee. Blijf ook actie voeren tegen de wapenindustrie. Oké, dat zullen we doen. Dankjewel.
Oké, graag gedaan. Doeg. Dit was Mark van Stop de Wapenhandel. We gaan meteen door. Naar de Borgenstraat. Zoals kijken of die jongens daar... Ja, is de hoofdteam er ook geweest? Ja, zeker. Of ze al door hun Boudewijn gaan we zeker bellen. Vergadering heen zijn. Ja, we kunnen Boudewijn bellen. We kunnen ook Peter Dommelen Nieuwenhuis bellen. Maar we gaan eerst maar even met Boudewijn contact opnemen. Roel Walraven was ook heel oud. Die zou daar ook in een huisje gaan zitten kraken. Die zijn die oude Die moest geloof ik geopereerd worden of ik weet niet meer wat. Er was iets mee. Dat kunnen we ook wel even aan Boudewijn vragen. Het komt dus op neer dat een woningbouwvereniging verkoopt een begaan grondhuisje. Zet dat in de verkoop. Terwijl dat eigenlijk is bedoeld natuurlijk voor de ouderen uit de straat en uit de buurt om een sociale huurwoning te hebben. Maar die is er dan niet meer. Ja, en daarom is hij gekraakt, is dat bezet. Als ze deze niet gekraakt, kunnen verkopen, dat ze dan twee nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen. Ik geloof er niets van. Zo verkopen. En ze hebben gezegd, want ik heb stiekem net al die opname van Jo gedraaid. Ja. Er werd gezegd van, want we moeten die verhuurdersheffing betalen. Dat is zoveel. We moeten miljoenen verhuurdersheffing betalen en daarom moeten we verkopen. Ja. Misschien dat Boudewijn ligt in de zaak. Draaien ook. Ja, voordat je Boudewijn belt, ik weet nog een leuke anekdote. Hey. De makelaar die het recht kreeg van de Alliantie om alle sociale woningen in de Borgstraat te verkopen, die schoof al zijn vriendjes in die voormalige sociale woningen. En nadat het zo corrupt was, dat wisten mijn vrienden en ik destijds wel toen wij daar woonden. Maar tot overmaat van ramp heeft hij uiteindelijk op kosten van de Alliantie heeft hij een kraan laten kopen waar een jacuzzi in hing. Die is over het dak heen getild, achter in de tuin getild, naast mijn vriendin en mij. Dus wij moesten 5 jaar lang luisteren naar zijn juppengebral over waar hij weer een paar ton in de stad gemaakt had met dit soort schemes. Dus eigenlijk om kotsmisselijk van te worden. Ik zal de naam achterwege laten voor integriteitsoverwegingen. Maar het is werkelijk een kotsbarende situatie. Het is geen tegenprogramma dit. Maar klopen jullie dan niet s'nachts gewoon over die schutting heen of zelf in de jacuzzi? Ik heb een keer met een luchtbux klaargelegen. En het was dat er een lekker wijf in het bad zat. Anders was het anders afgelopen. Nou goed, we gaan Boudewijn even bellen. Okay, bellen met die hap. Eens even kijken of ze al een beetje uitvergaderd zijn. Ja, ze moeten niet te lang doorvergaderen, zeg ik altijd maar. Nee, daarom en anders maken ze er gewoon nu maar meteen een eind aan. Hoi Menno. Hey, ja. Boudewijn. Goedenavond. Hoi. Zijn jullie al klaar met vergaderen? Nee, wij zitten nog vol in vergadering. Maar mag ik jou daar dan gewoon toch uitrukken of mag dat niet? Ja hoor, want het loopt al ten einde. Dus, en alles is nog een beetje gezegd. Oké. Okay. Heb je nieuws? Is er nieuws over de Borgenstraat 75? Nou, het is nog steeds bezet, dus. Hey! Hoera. En er is, vooralsnog geen verandering. Er is aan afgelopen dinsdag door corporatie Stadgenoot aangifte gedaan. Aha, oké. En bij de politie. En er ligt nu het Openbaar Ministerie. Voert voorlopig nog niks uit. Stadgenoot zou druk kunnen gaan uitoefenen erop, maar dat doen ze niet. En in de tussentijd zoeken wij draagvlak in de omgeving. Allerlei betrokken organisaties. En wat wel leuk is om te zeggen, morgen om 11 uur, morgenochtend. Ja. Komen er een groepje mensen uit bejaardentehuis, verzorgingstehuis De Klinker. Dat is het daar ook om de hoek of wat? Of in de buurt? Dat is op 50 meter afstand. Oké. En die komen hun steun betuigen aan de bezetters van Borgenstraat 75. Wauw. En AT5 is er hopelijk bij. Er wordt gefilmd en iedereen is welkom. Dus kom vooral langs, Borgenstraat 75. Wanneer was het nou? 11 uur? Morgen 11 uur. Oké, dat is gewoon voor iedereen toegankelijk, zeg maar. Okay. Het is voor iedereen toegankelijk. Ja, we staan hier voor de deur. En er komt een groepje mensen onder leiding van Frits Nijts. Die zit in de cliëntenraad van het verzorgingstehuis. En hij is 91 jaar. Goed zo. En hij steunt deze actie van harte. Hey, en hoe zit het met Roel Walraven, vroegen wij ons net af. Doet hij ook nog mee? Ja, hij was er afgelopen zondag wel, maar hij is niet zo sterk meer.
Dus, die is ook behoorlijk op leeftijd, hè? Maar die was... Ja, hij is 89, ja. Ja, daarom. Maar hij was een paar jaar geleden was hij nog een van degenen die andere woning hadden gekraakt. Ook in de Borgenstraat. Ja. Maar ja. Goed, nu is hij wat minder goed ter been blijkbaar. Hey, en ik begreep dat jullie ook bezoek krijgen van de naamgenoot van Domela Nieuwenhuis. Genaamd Peter Domela Nieuwenhuis. Domela Nieuwenhuis, god dat weet. Dat moet ik even vragen, want ik ben er een paar dagen niet geweest. Geweest. Nou ja, die schijnt ook in de klinker te wonen tegenwoordig. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat hij heeft aangekondigd dat hij blijven wil. Dat hij dus als hij morgen bij jullie op bezoek komt, dat hij gewoon wil blijven. Dat hij pas weggaat als hij eruit gesleept wordt, à la Extinction Rebellion, zeg maar. Oké. Nou, dat weet ik eigenlijk nog weinig van. Het is al niet besproken. Ik ga het zo in de groep gooien. Oké. Maar hebben jullie eigenlijk een soort van strategie van wat er gaat gebeuren als er op een gegeven moment wel politie komt? Nou ja, dat is... Kijk, de kans is klein dat gebeurt, dat er een spoedontruiming komt. De strategie is er eigenlijk niet. Want als het gebeurt en er is maar één persoon hier of twee en er kan niet gefilmd worden, ja, dan heeft het eigenlijk geen zin om je te laten inrekenen. Dan kom je in de bak terecht en dan denk je, waarom zit ik hier? Ja. Maar als er meerdere mensen zitten, dan kan gefilmd worden, ja, dan heeft het moet zin. Moeten er niet ook gewoon nog veel meer begane grondhuisjes die worden te koop gezet door de woningbouwverenigingen gewoon alvast bezet, zodat onze ouderen van dagen daar kunnen wonen? Dat zou heel mooi zijn. Ik ben daar mee bezig. Maar wat je moet hebben is een actieve bewonerscommissie of huurdersvereniging. En sommige mensen die zijn een beetje bang ervoor. Die denken, goh, kraken, wat erg. Maar ik denk dat we een estafette van acties krijgen de komende tijd. Ja, dat zou mooi zijn. Hey, afgelopen zondag was er dus een open dag. Hè? Hoe ging dat? Waren er veel mensen? Was het gezellig? Nou, hebben jullie daar iets kunnen doen? Nou, dat was ontzettend gezellig. Er waren zo'n, ik denk tot wel 100 mensen. Ja, tussen de 75 en de 100. En twee politici, Dorrit de Jong van GroenLinks en Erik Flentgen van de SP. Nou, en die steunen de actie. Min of meer. Ja, min of meer. Maar wat houdt het in, dat min of meer? Nou, dat ze dus niet zeggen van wij gaan hier een beleidsnotitie van maken. Ja. Maar ze vinden dat, ze spreken de raad erop aan dat de uitverkoop van sociale woningbouw moet stoppen. Dus okay. op die manier. Dat is eigenlijk het maximaal haalbare. En overigens, er is ook nog afgelopen woensdag bij de raadscommissie Bouw en Wonen, is er nog vier mensen ingesproken. Drie van de club Niet te Koop. Ja. En nog één persoon van Huurders Belang Zuid. Okay. Ik neem aan, is dat Stadsdeel West, hè? Wat zeg je? Ik neem aan, is dat Stadsdeel West, dat er ingesproken werd. Nee, ik denk bij de centrale stad. Nee, Huurders Belang Zuid is Zuid en Niet te Koop zit het alleen hier. Okay. Hey, en kan de politiek überhaupt iets doen? Want jij zegt net van er is aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft blijkbaar dat voorlopig even geparkeerd of naast zich neergelegd. Of in ieder geval geven ze er geen urgentie aan. Maar kan de politiek daar druk op uitoefenen? Of is dat een onhaalbare kaart? Hoe zit dat ongeveer? Nou, dat is... Kijk, het ligt bij de officier van justitie. En er kan druk uitgeoefend worden door de corporatie die aangifte heeft gedaan. Van ja. Nou is het afgelopen. Nu gaan jullie wat doen. Maar politiek kan op dit moment niks. Nee. Oké, dus dat bezoek van die twee raadsleden was wel leuk. Maar eigenlijk heb je er niks aan. Nou, in zoverre dat in het nieuws, de Stadgenoot komt steeds vaker negatief in het nieuws door deze acties. Ik denk dat als we hier
stel dat we het rekken tot 2 maanden, dat dat lukt, dan kan stadgenoot echt niet gaan ontruimen meer. Ja, ja. En, hoe langer het duurt, des te moeilijker het voor ze wordt eigenlijk. Dat is het. Ja. Nou. Maar is het niet ook zaak dat je gewoon iemand huisvest in dat huisje, in de tussentijd? Ja, zeker. Nou, we hebben als standpunt van, nou, dat is onze eis aan stadgenoot. Stadgenoot verhuurt dit weer en bewijst dat jullie dat gaan doen. Dan gaan wij weg. Ja. We hebben het niet gekraakt, we hebben het bezet. Nou ja, misschien die Peter Dommelaar Nieuwenhuis dan, als hij morgen... Dat zou goed zijn. Ik zal het straks even nog bespreken. Ik word ook al heel oud, hoor. Ja, maar jij hebt een huis, dus moet niet lullen. Oké. Okay. Maar als hij in de... Ja. Helemaal goed, Boudewijn. Fantastisch dat jullie dat doen en daar nog steeds zitten. Dus houd stand, zouden wij willen zeggen. Ja. En we zijn zeer benieuwd naar de komende ontwikkelingen. Ja. Morgen 11 uur, wat was het adres ook alweer? Borgerstraat 75. 75. Ja, kom langs, het wordt leuk. En neem een stok mee om op de grond te slaan. Ja. Oké. Okay, altijd leuk. En toeter. Een toeter. Oh, toeters. Ja. Ja. Goed zo, bellen. We nemen toeters mee. Ja. Oké. Okay. Hey, dankjewel. Okay. Hoi. Oké, graag gedaan. Hoi. Pattenpoer, serieus. Je bent in de rij. Dit was Boudewijn uit de Borgerstraat. Met actualiteit, nieuws, al die dingen. Kunst, we hebben helemaal geen kunst. Oh ja, we hebben ADEF gehad. Ja, we hebben nog meer kunst. Ik wil heel graag Siri bellen. Mogen we hem nu bellen? Waarom? Siri. Ja, het is een onbegrijpelijke overheidsorganisatie die wil arme mensen gewoon kwellen, pesten en dan vervolgens in de gevangenis gooien. Siri. Oh, Siri. 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 Siri, we gaan met Systeem Siri. Ronald moet het even uitleggen. Oké. Ja, en deze man heet bij voorbaat verdacht. Zo heet zijn organisatie. Bij voorbaat verdacht.nl. Daar staat alles uitgelegd trouwens. Voor de mensen die het rustig willen nalezen. Wat hij heeft over Siri. Ja, heel veel. We gaan hem ook nog een keer doen. Er komt een rechtszaak tegen Siri. Waar ook beroemde mensen aan meedoen om voor publiciteit te genereren in de reguliere media. Goedenavond, met Ronald. Hallo Ronald, je spreekt met Bart van Pattenpoer Serieus. Je bent live in de uitzending. Hi Bart, wat fijn. Zeg, we hebben je wel eens eerder geïnterviewd. In maart was dat over Siri. Systeem risico indicatie, ik weet niet wat het is. Een soort geheime overheidsoperatie die onschuldige burgers helemaal doorlicht om te kijken of er niet misschien ergens iemand een wet heeft overtreden. Die gingen een pilot doen in een Rotterdamse buurt en die is gestopt, las ik. Klopt. Kan je me uitleggen hoe dat zit en wat er allemaal zo mysterieus aan is? Dat onderzoek is in maart 2018 aangekondigd. In 2 wijken in Rotterdam-Zuid, Bloemhof en Hillesluis. Dus dat zit wel en sociaal-economisch aan de onderkant, om het zo maar te zeggen. Het gaat om 12.000 huishoudens, 25.000 burgers. Toen dat bekend werd, heeft de SP daar begin dit jaar raadvragen over gesteld. En toen bleek dat er 1 op de 10 huishoudens in die wijken door Siri, een risicoprofileringssysteem zoals dat heet, op een risicolijst zijn gezet. En die stonden dus op de rol om te worden bezocht door een interventieteam. Dat is dus een team bestaand uit vertegenwoordigers van alle clubs die samenwerken in Siri. Dat is de Belastingdienst, de gemeente, de SVB, de UWV, de IND. In principe ieder bestuursorgaan kan zich daarbij aansluiten. En dan koppelen ze hun databases. En die clubs die ik net noemde, die weten in principe met z'n allen alles over je in Nederland. Op basis van die gebundelde data worden risicomodellen toegepast. En daaruit rollen dus potentieel verdachte burgers. Daar is de SP toen vrij verontwaardigd over geweest. Die hebben een gemeenteraadsdebat aangevraagd. Toen heeft Appeltaart in de eerste instantie dat onderzoek verdedigd. En heeft gezegd, ik snap jullie zorgen. Het is een slechte wijk. Of een arme wijk waar er sowieso veel mensen al in de knel zitten. En ik snap jullie overwegingen. Dus ik zeg toe, als het niet blijkt te werken, dan trek ik de stekker eruit. En eigenlijk vanaf dat de gemeenteraadsdebat is het balletje gaan rollen. Toen heeft de FNV, die zich ook heeft aangesloten bij onze rechtszaak tegen Siri, protest gemobiliseerd in die wijken, een petitie aangeboden aan de burgemeester.
Toen kwam er ook nog eens een onthulling van de Volkskrant in juni. Daaruit bleek dat er eigenlijk in de 5 serieonderzoeken die sinds de wettelijke invoering zijn uitgevoerd, nog niet één fraudeur is opgespoord. En toen werd het allemaal wel een beetje heet onder de voeten, denk ik, in Rotterdam. Toen vlak voordat voor een tweede debat zou plaatsvinden, heeft de PvdA ook nog eens gedraaid in het dossier. Die zeiden opeens, ja, we zijn er ook tegen. En toen bleken alle ingrediënten voor een prachtig gemeenteraadsdebat in Rotterdam. Ik weet niet of je dat ooit al eens hebt gezien, maar dat is echt vuurwerk altijd. Die lagen klaar. Maar de dag voordat dat debat zou beginnen, stuurde Abu Talib een brief naar de gemeenteraad van: jongens, ik heb de stekker eruit getrokken, want ik ben het niet eens geworden met de andere clubs die aan zo'n serieonderzoek meedoen. En wat bleek nou het geval te zijn? Die clubs wilden bovenop de enorme verzameling gegevens die Siri al mag verwerken over jou. Dat zijn 17 open geformuleerde categorieën persoonsgegevens. Waar eigenlijk iedere gegeven van jou onder valt. Behalve bijzondere persoonsgegevens. En dat zijn medische gegevens en strafrechtelijke gegevens. En de landelijke partijen, daar heb je het over de Belastingdienst, het ministerie, de LSI. Die wilden dus ook politie- en zorggegevens aan die risicomeldingen gaan toevoegen. Abu Talib heeft daar niet mee ingestemd. Daar hebben ze een jaar lang overlopen soebatten. En uiteindelijk heeft meneer Abu Talib gezegd: jongens, we gaan er helemaal niet meer door. Dit gaat er niet worden. En die had er weinig goede woorden voor over in dat gemeenteraadsdebat. Die heeft ook echt gezegd: dit is een bureaucratische moloch, een disproportioneel ding. Het doet niet wat wij willen dat het doen. Het is veel te breed. Wij willen gericht op één vorm van fraude zoeken en dit systeem neemt alles in één keer mee. Daar komt het eigenlijk op neer. En ja, toen heeft hij gezegd: we doen het gewoon helemaal niet meer. We kunnen dat hartstikke goed zelf met onze eigen gegevens. We hoeven niet al die gegevens van andere clubs erbij te hebben. Wij kunnen het prima zelf. Dus zoek het uit, jongens. En ik kwam ook moeilijk aan de indruk dat die beslissing te maken heeft met het feit dat er heel veel protest vanuit die wijken kwam. De Volkskrant had net onthuld dat het systeem in alle opzichten faalt. Er loopt een bodemprocedure van ons tegen dit systeem die eind deze maand aandient. En dat zijn ook allemaal factoren die meespelen. En het is veelzeggend dat het in een stad als Rotterdam is stopgezet. Als nou één stad regelmatig de grenzen van de wet opzoekt als ze dingen handhaven, dan is die stad wel. En die zeggen dus nu, dit is onacceptabel. Wat precies onacceptabel was, dat wordt ook niet duidelijk. Want als ik op jullie website lees hoe de loco-burgemeester gewoon geen antwoord geeft op de vragen van wat nou eigenlijk de bedoeling was. Hij weet toch meer waarschijnlijk, of niet? Klopt, het is heel vreemd, want je vraagt je natuurlijk af, in een onderzoek naar bijstandsfraude, waar heb je dan politie- en zorggegevens voor nodig? Hele intieme gegevens, die zelf de burgemeester niet zomaar mag inzien. Dus SP heeft daar toen nogmaals vragen over gesteld, van ja, maar wat was dan de bedoeling daarvan? En ja, die antwoorden lussen eronder geen brood van, dat is echt vakkundig verstoppertje spelen eigenlijk. Ik hoop eigenlijk dat ze nog vervolgvragen gaan stellen, want ja, je hebt gewoon van die politici die heel, heel vernuftig zijn in vragen ontwijken. En dat is hier gebeurd. Dan zoeken ze één komma in je vraag op. En dan doen ze net alsof de hele vraag om die ene komma draait eigenlijk. En dat is hier ook gebeurd. En dan vragen ze bijvoorbeeld, wat is het doel geweest van die zorg- en politiegegevens? En welke politiegegevens en zorggegevens zijn er verwerkt? En dan antwoordt die loco-burgemeester van, ja, er zijn helemaal geen politie- en zorggegevens verwerkt in de risicoanalyse. Dat is waar, in de risicoanalyse zelf niet. Maar de risicomeldingen die uit die risicogegevens rolden, daar zijn die politiegegevens en medische gegevens moesten aan worden toegevoegd. Dus hij ontwijkt de vraag, daar komt het op leren lang vraag wordt. En het is heel jammer, want volgens mij blijkt daaruit dat het hele Siri nog groter en megalomaner is dan we al van tevoren kunnen weten op basis van de wet. De wet zelf is eigenlijk al een bodemprocedure waard, maar nu blijkt dus dat die nog breder in de praktijk wordt uitgevoerd. En als je dus een serieonderzoek in jouw wijk wordt gestart, heb jij als burger geen enkel idee wat er kan gebeuren. En wat voor gegevens er van jou worden verwerkt, hoe die worden geïnterpreteerd, met welke andere gegevens die worden gekoppeld, wat daarvoor conclusies uit worden getrokken. Terwijl, we hebben het hier niet over een Al-Qaeda sleepercel, we hebben het hier over mensen die huurtoeslag ontvangen.
mensen die daarvan rondkomen, die anders hun huur niet kunnen betalen. Dus je bent eigenlijk grootschalig, ongericht, een complete wijk met tienduizenden mensen aan het doorlichten alsof het inderdaad fraudeurs zijn met alle middelen die je hebt. En dat is met die wet Syrië waar wij een rechtszaak tegen voeren, is dat eigenlijk regel geworden. Dus wat de overheid heeft gezegd, al die gegevens die jij in je hele leven hebt afgegeven voor allerlei verschillende redenen aan de overheid, die zijn vanaf nu fair game. Die mogen wij met elkaar koppelen, daar mogen we algoritmes op loslaten. Jij mag niet weten hoe die algoritmes werken, want dan spelen we fraudeurs in de kaart. En verder vertellen we ook niet te veel over wat de doelen van die onderzoeken zijn, want dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, dat mensen zomaar weten waar we nou op zoek zijn. Ja, maar dan, wat ik dus me afvraag is van wie is de grote boosdoener? Iets als LFI of zoiets, die wil dit doordrukken. En de andere is van, als Rotterdam het al niet wil, is het dan niet gewoon iets wat we niet willen, wat eigenlijk niemand wil, behalve de mensen die dat willen doordrukken? Hoe ligt dat? Ik heb geen peiling gedaan over dit onderwerp, maar de mensen die ik erover spreek, die ik echt uitleg hoe dit werkt, want niemand is erop tegen dat mensen worden gecontroleerd of ze recht hebben op een uitkering, maar dit grootschalige doorlichten, echt een sleepnet door een wijk halen, als je dat een beetje uitlegt, dan vind ik weinig mensen die het daarmee eens zijn. Ja, ik weet het niet. Er zitten daar mensen in die LSI volgens mij die heel erg geilen op die data-analyses. We hebben in Nederland een enorme verzorgingsstaat en we weten als overheid verschrikkelijk veel van onze burgers. En dat is in de tijden van big data is dat natuurlijk het mooiste speelgoed wat er is. Dan kun je koppelen, analyseren, risicoprofielen opstellen, resultaten van die onderzoeken terugkoppelen, je risicoprofiel aanscherpen. Hè? Je wordt een soort super inspecteur, maar dan met algoritmes. En dat is tegenwoordig wordt heel erg als panacee gezien, die big data analyses. En als we maar zoveel mogelijk weten, dan kunnen we zoveel mogelijk controleren en beheersen en het de goede richting op. Het is een heel maakbaarheidsidee. Ja, zo'n beetje dat de politicus zit achter een soort dashboard waarvanuit de maatschappij kan worden aangestuurd. Hey, maar even wat dingen. Dus er komt dus een rechtszaak aan. Dat is mooi. Dat is over volgende maand of zo. Daar gaan we je nog een keer voor terugbellen. Zijn er nog andere plekken waar Syrië pilots lopen of gaan lopen of zoiets? Is dat dan aan de hand? Op dit moment helemaal niet. Voor mij zijn ze een beetje teruggeschrokken naar die Rotterdam fiasco. Dus op dit moment is er geen enkel onderzoek dat loopt. Maar ze zijn het wel van plan. Ik weet dat er ten tijde van, toen de Volkskrant erover schreef, hebben ze naar het ministerie gebeld. En toen zeiden ze, er staat er nog eentje gepland. Maar daar is nog niets van bekend. Dat wordt namelijk wel netjes aangekondigd in de staatscourant. Want we gaan daar een onderzoek doen. En dat is ook alles wat je te weten krijgt ongeveer. Okay. Dus op dit moment is er niet zoveel, helaas. Gelukkig eigenlijk voor de mensen die nu niet door worden gelicht, vind ik ook. Okay, Ronald, ik wou het een beetje afronden qua tijd. Is er nog iets wat je aan onze luisteraars wil laten weten nu? De VN-rapporteur heeft deze week een brandbrief geschreven aan de rechtbank met het verzoek toch heel erg grondig onze rechtszaak te beoordelen en dat het hier niet om kattenpis gaat. Hij maakt zich echt zorgen om dat we in Nederland echt internationaal met kop en schouders, negatieve zin, hier boven de rest uitsteken. Dus ik ben het niet altijd eens met de VN, maar hier scoren ze wel punten bij me. Okay, dankjewel en tot binnenkort, want voor die rechtszaak gaan we natuurlijk je weer terugbellen. Dankjewel. Dank jullie wel, fijne avond. Yes. Doeg. Alright, dit was Ronald Nuzwa van bij voorbaat verdacht uit Rotterdam, geloof ik zelfs. Hartstikke goed. We hebben eigenlijk nog. Zeker. We moeten nog een discussie voeren. Onze diepte. En we moeten nog even Kimmel. Doen we Kimmel een beetje dus tegen het eind? De diepte interview. Want er zou een gesprek even komen. Ja, gaan we dat nu doen? Ja, dat gaan we nu doen. Laten we dat Extinction Rebellion is een soort organisatie die actie. Ik leid het een beetje in. Als interviewer. Ja, en Extinction Rebellion is. Die zei van we gaan burgerlijk ongehoorzaam worden. Want het milieu is nu zo schrijnend en snerpend. Nu moeten we wat doen. Want anders dan gebeurt er niks. Je hebt ook natuurlijk Code Rood. Die willen juist alles niet fossiel. Je hebt allerlei clubs die allerlei verschillende dingen doen voor de toekomst en het milieu en het leven van de toekomst. Extinction Rebellion is iets anders. Menno heeft er een mening over. Jij ook, geloof ik. Hè? Nou, ik niet zozeer een mening hoor. Ik ben vooral op onderzoek gegaan.
Halverwege 2018 bekroop me al het gevoel van waarom worden er eigenlijk geen instituties en regeringen onder druk gezet bij dit grote klimaatprobleem. En toen dacht ik eigenlijk van ja, waar blijven de general strikes? En toen in oktober 2018, toen was het zover, toen kwam Extinction Rebellion voorbij. En toen heb ik me verdiept in wat zij nou eigenlijk doen. Dus ik heb in februari ben ik bij een landelijke dag geweest waar Extinction Rebellion bij elkaar kwam. En toen ben ik eens even gaan neuzen daar. En ik was heel erg onder de indruk van hoe goed georganiseerd dat aangepakt werd. Kunnen we dit op de achtergrond draaien trouwens? Oh, ja, dit had jij klaargezet? Ja, dat ik klaargezet. Ja? Oké. Okay. Ja, ja, het zijn geloof ik wel 25 mixen gemaakt nu. En zelfs techno tracks waren. Ja, zelfs techno tracks waren dan een half miljoen. Zal ik hem even starten? Even kijken of we wat horen. Van. Hoor je dat? Ja, okay, nou, we praten rustig door. Dus jij was op onderzoek gegaan. Ja, ja. En wat er gebeurde aan het begin van de dag toen ik binnenkwam. Toen werd, dat was voordat de hele, zaal van zo ongeveer 100 man opverdeeld werden in 4 werkgroepen. Voordat die werkgroepen onderverdeeld werden. Toen werd mij gevraagd of ik mijn ogen dicht deed en of ik mee wou mediteren. En of ik me wou buigen over de vraag van wie ik ooit pijn had gedaan in mijn leven. En in het begin dacht ik van, gadverdomme, wat een hippie shit is dit. Maar ik heb me daarna eens even goed gebogen over wat die Extinction Rebellion eigenlijk voorstaat. Want wat erachter zit is eigenlijk een filosofie. Ik vind het ook jammer dat die filosofie weinig in de media zichtbaar wordt. Dat is een filosofie van dat we van een abusive culture naar een helende cultuur zouden moeten. Nogmaals, ik ben niet van Extinction Rebellion, maar ik ben wel geïntrigeerd van dat hele idee. He, alles wat je om je heen ziet is in feite geplunderd. En dat idee van terug naar moeder natuur en naar een herstellende cultuur. Ik vind dat heel erg interessant. Dus ik blijf op onderzoek bij Extinction Rebellion gaan. En along the way, toen ik dat deed, toen kwam ik jou natuurlijk tegen Menno en toen kregen we ook van jouw kant wat kritiek natuurlijk. Van nou ja, en hoe verhouden ze zich ten opzichte van de zaak? Ik, op zich sympathiseer ik ook best met Extinction Rebellion. Ik bedoel, waarom niet? Hè? Ik ben ook vorige week maandag zijn we samen naar het Rijksmuseum gegaan. Hebben daar een halve dag op de stoep gebivakkeerd. Ja. Ik heb me niet laten arresteren. Dat vond ik dan weer net even niet nodig. Nee. Maar hoe heet het? Ik ben blij, hè? Aan zich hartstikke goed. En dat soort dingen moeten ook gebeuren. Maar ik mis een paar dingen in de acties van Extinction Rebellion. Ik denk ook dat als dat niet snel gaat veranderen, dat het weer als een nachtkaars uit zal gaan. Ja. En er zijn ook een paar dingen waar ik wel inmiddels vrij forse vraagtekens bij plaats. Om een voorbeeld te noemen, hè, want jij had het net over dat zingen. Nou ben ik niet zo heel erg van dat zingen, maar goed, ik bedoel, als het moet, dan moet het. Ja. Dus dan doe ik ook vrolijk mee. Ja, maar, verbaasd, maar ik vond het ook wel maar leuk. Op zich ben ik daar niet zo van. Ja. Maar één ding weiger ik gewoon te zingen. Oh, namelijk, Police, we love you. We do this for your children. Yeah, we do this for your children. Yeah. Fuck you, denk ik dan, weet je wel. Van, come on. Ik had meer mensen om me heen die dat niet deden. Ik zong trouwens de hele dag niet, maar ik snap de gedachte er wel achter, hoor. Het is gewoon het pacificeren van de vijand. Zo op het moment dat je mensen hard raakt en de traantjes vloeien, die ik overigens ook zag bij sommige politieagenten, dan raken ze uit hun rol. Dus, ja, maar ja, goed, ik bedoel, toch, mijn oude activistenhart kan dit gewoon eigenlijk niet meer verdragen. Ja, maar daar wil ik het eens even heel serieus met je over hebben, Menno. Kijk, ik ben daar op onderzoek. Ik heb een paar keer de oude radicale punk in mezelf echt opzij moeten zetten. Om überhaupt die hele nieuwe crowd serieus te kunnen nemen. Kijk, het zijn de kids, hè? Wij zijn een stelletje oude lullen bij elkaar. Het zijn niet alleen kids, hè? Dat vond ik namelijk opmerkelijk en ook interessant. Er doen best een hele hoop oudere mensen aan mee. Meer dan ik had gedacht, eigenlijk. Kijk, laten we het dan niet over een generationeel dimensie gaan spelen. Maar het hele idee om niet te escaleren in de vorm van geweld, hè, wat ze dus gewoon heel zwaar onderschrijven. Alles is non-violent, moet non-violent blijven. Dat zie je op een paar manieren terug.
Je moet een training gedaan hebben voordat je je bereid verklaart om gearresteerd te worden. Ik heb in een conferentie gezeten omdat ik overwoog om die trainingen te gaan geven. Want ik ben trainer, ik kan dat. Mm-hmm. Die zijn echt heel goed doortimmerd. Dus wat je ziet, die trainingen die zwarte voorloop Rights Movement in Amerika hadden, die zijn nagenoeg identiek aan die trainingen die Extinction Rebellion geeft. Dus dat is solide werk. Dat zit ontzettend goed in elkaar. Ik heb vandaag ook voor deze uitzending nog eventjes wat filmpjes nagekeken hoe het destijds bij die sit-ins in die cafetaria in Amerika toeging. Daar zijn hele intensieve trainingen aan vooraf gegaan, waarbij je dus echt niet alleen getraind werd, maar ook een eed aflegde dat je je nooit gewelddadig zou verhouden tot degene die jouw geweld aandoet. En daar zit een dimensie in die wat mij betreft ook een hele hoop lef vereist. En het heeft voor mij niks te maken met of je daar wel of niet in gelooft. Maar ik zou het heel zonde vinden als activisten uit onze kring op basis van een valse romantiek naar de jaren 80 niet de moeite nemen om zich te verdiepen in de kracht van een geweldloze attitude in dit grote probleem. Ik vind het probleem te groot om daar even snel aan voorbij te gaan. Ja, oké. Ik begrijp wat je zegt, maar ten eerste is dat niet per se een nostalgie naar de jaren 80, want daar valt ook wel wat op af te dingen. Zeker. Maar het gaat mij veel meer om de vraag van, is het per definitie altijd nodig, / verstandig, / nou nog wat, om principieel geweldloos te blijven. Ja, die is want, weet het, kijk, mijn voorbeeld ligt helemaal niet zo ver in het verleden, maar ongeveer 1,5 jaar geleden, toen ik in Frankrijk was bij de ZAD, trouwe luisteraars van Patapoe serieus weten waar ik het dan over heb. Want zone hebben daar, à défendre. Ja. We hebben het al vaker over gehad, maar even heel kort. Weet je, daar zou een vliegveld komen. Dat is tegengehouden door een hele club activisten. Maar die werden ook gesteund door de boeren en de buitenlui in de omgeving daar. En wat ik daar zag, is dat, dat daar verschillende actievormen naast elkaar bestonden. Ja, de diversity. En dat dat ook, ja, dat dus heel goed ging. En dat heet inderdaad diversity of tactics. Yes. En dat is volgens mij waar we het eigenlijk over moeten hebben. Mm. En waar het bij Extinction Rebellion fout gaat. Want die hebben dat niet. Er is geen diversity of tactics. Er is maar één tactiek. Dat is namelijk gewoon ergens op een stoep of voor een deur gaan zitten. En met een beetje goede wil je dan je hand ook nog wel een keer ergens aan vastplakken. En dan je allemaal laten arresteren. En that's about it, weet je wel. Nou, dat gaat niet goed, weet je. Dat moet veel gevarieerder. Er moeten gewoon veel meer actievormen tegelijkertijd eigenlijk gaande zijn. Maar wil je dat op een gegeven moment echt een bepaald resultaat bereiken? Kijk, in Frankrijk is dat dus gelukt, weet je wel. Daar is dat vliegveld niet doorgegaan. Sterker nog, de mensen die dat land hebben bezet, die zitten er nog steeds, weet je wel. Ondanks het feit dat ze, geloof ik, 5000 Franse gendarmes hebben opgetrommeld om ze daar weg te krijgen. Dat is niet gelukt. Niet omdat ze daar met z'n allen op de grond gingen zitten en hun handen ergens aan vast hadden geplakt. Ja. Maar omdat er gewoon gigabarricades waren gebouwd. Maar het is gewoon een hele andere soort actie. Omdat het gaat, daar verdedig je, is het de zone à défendre. Je hebt een zone, die wil je behouden. Ja. Extinction Rebellion wil gewoon aandacht. Die wil gewoon aanhang erbij krijgen. En die willen laten zien dat je iets kan doen. Dat iedereen kan meedoen op een makkelijke manier. Je kan je laten arresteren of je kan je niet laten arresteren. Maar je kan gewoon bijdragen aan die betere wereld. En het is beter dan al die commerciële zooi die ze je aanprijzen zogenaamd voor een betere wereld. Dit is echt en het gaat ook nog werken. Dus dit is gewoon een methode. Maar kom er maar in. Nou, ik wil eigenlijk even bij je aansluiten, Bart. Kijk,
Ik zie aardig wat manieren. Hè? Van het zogen van baby's op straat met z'n 100 tegelijk. Hè, de mama's in actie. Tot de yogabillen van Bernadette ergens op een brug. Tot aan de... Die heb ik even gemist, maar daar ben ik wel blij over, dat je erbij moet zijn. Maar kleine kinderen. En er wordt een stuk propaganda tegen aangeplakt. Dus die methodes zijn wel degelijk heel divers. Maar los daarvan, ik denk dat we over doelen moeten praten. Want dat hoort jou ook een beetje doen, Bart. Kijk, als jouw doel is om een heel erg groot gedeelte van de bevolking mee te nemen, dan kom je op een heel interessante vraag. Kijk, het is nu nog gewoon privileged, upper class, goed opgeleide mensen. Maar op het moment dat er moslims binnenstromen, geïnteresseerd in de doelen, of er stromen laag opgeleide binnen, weet je, die mensen moeten dan niet het gevoel krijgen van, oh, dit zijn de hoogopgeleide, bekende gezichten die zich iets van het klimaat aantrekken. Dat is toch, precies wat er nu aan de hand is? Ik bedoel, dat is toch eigenlijk wat we zien? Nee, dat is... Ik heb op de stad Adelskade bij het Rijks heb ik geen moslim gezien, volgens mij. Geen zwarte, geen... Maar op het moment dat dat gaat gebeuren, moet je als verzetsbeweging een hele ontvankelijke cultuur hebben waarin iedereen op zijn manier kan participeren. En ik denk dat dat het doel van Extinction Rebellion is. En ik denk dat het daarom ze voor non-violence is. Ja, maar de hangvraag is dan van waarom zouden die mensen daar überhaupt dan naar mee gaan doen? Weet je, waarom zouden laag opgeleide... Als jij vader nog in Turkije werkt en jij zit als Turkse jongen hier, dan hoor je ook van hem dat hij misoogsten heeft en dat hij voelt dat er een gigantisch dreigement boven is. Nee, ik begrijp wel wat het gemeenschappelijke belang is. Ik denk dat die mensen dat zelf ook wel snappen. Maar ik zie ze nog niet zo snel meedoen aan een actie die gewoon vanaf dag 1 wordt gedomineerd door witte, hoogopgeleide, best redelijk gefortuneerde mensen. Ik denk niet dat het domineren is. Ik denk dat het eerder is van dat het is nou eenmaal uit die hoek gekomen. En de ontvankelijkheid voor andere groeperingen is ontzettend groot. Alleen de vraag die er gesteld moet worden is van hoe hou je het voor andere mensen die niet bij de initiatoren zaten en die toevallig hoogopgeleid wit zijn. Hoe hou je het voor die nieuwe ploegen aantrekkelijk genoeg om mee te kunnen blijven doen? Ik denk dat dat de vraagstelling is waar de beweging nu mee zit. En er wordt over nagedacht. Dat is een levende discussie binnen Extinction Rebellion. Met name in Engeland, waar ze eigenlijk al een jaar dus 1, 2, 3 slagen vooruit lopen. Vandaag zijn er ook mensen van een metro afgetrokken door boze forensen. Nou, dan kom je op een heel interessante vraag. Waarom op de metro eigenlijk? Die mensen moesten allemaal naar werk. Dat waren natuurlijk loonslaven. Waarom hielden ze de metro tegen? Dat is iets wat ze ook al in het voorjaar deden. Om aandacht te vragen voor het klimaat. En om te zeggen van, kunnen we dan niet verder? Ja, okay. Ja. Maar goed, even een recordenboodschap van die acties. Even nog door over dat punt van de inclusiviteit. Hè. Daar gaat het eigenlijk over. Wat ik daar over lees is dat heel veel mensen, met name uit de zwarte gemeenschap, maar waarschijnlijk ook uit de Latino gemeenschap en uit de moslimgemeenschap, eigenlijk zoiets hebben van ja, weet je, van dit is ook raar wat jullie van ons vragen. Want wij worden eigenlijk al voortdurend lastiggevallen door de politie. Dus nu wordt aan ons gevraagd van ga ergens op een stoep zitten. Even te voorstellen. Met het idee dat je je laat arresteren. Terwijl hun ervaringen met de politie tot zeer beroerd zijn. Ongetwijfeld. Sluit er goed aan met jouw ervaring met de politie. Dat je ook zegt van ja, ik ga niet zingen van politie, we vinden je lief. Ja, op die fiets. Nee, tuurlijk, inderdaad. Ja, helemaal. Ja, nee, maar wat vinden we daarvan dan? Van dat argument? Ik vind het namelijk best tegenhoudend. Ik heb daar nog geen antwoord op, maar ik zal die vraagstelling heel diep in mijn ziel als zaadje planten. En ik kom er zeker bij je op terug, Menno. Want ik denk dat het heel erg wisselt en heel erg ingewikkeld is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Even een zijsprong. Ik was een keer in Oost-Turkije, waar de Koerden in de meerderheid zijn. Waar een hele stukken gebieden zijn van de PKK. En die hebben oorlog eigenlijk met de overheid. PKK zijn allemaal jonge mannen, jonge vrouwen, zien er strak uit. De gewone mensen die zijn oer-conservatief. Die willen eigenlijk op de AK-partij stemmen. Die willen alleen maar naar de moskee. Die zijn ook Koerden. Die zijn totaal anders. Nou, en zo is er, kan je zeggen, dit gemeenschap, de zusgemeenschap. In elke gemeenschap heb je meer progressieve mensen. En heb je meer conservatieve mensen. En je moet de hand uitstrekken naar de mensen die wel vooruit willen. En die ga je ook wel krijgen, denk ik, die hand.
Nou, ik ben blij dat je daar zo optimistisch over bent. Kijk, Menno en ik hebben ooit een filmavondje georganiseerd waarin we een reflectie van Norman Finkelstein bekeken over de failure van Occupy. Niet de succes, maar de failure. Ja. En die Finkelstein die grijpt ook vaak terug op non-violence. En dat prijs je dan ook bij de Palestijnen aan. Nou, ik sta mezelf helemaal niet op dat gebied of dat soort adviezen willen bewegen. Zeker niet in die hoek van de wereld. Maar wat ik heel erg interessant vind, is Finkelstein zegt van, stel je voor dat je ervan uitgaat dat er zoiets als een collectief onderbewuste bestaat. Dan is de kunst van een hele grote beweging die groot sociaal onrecht aan wil kaarten, om zeg maar de morele verontwaardiging die net onder de oppervlakte van het collectief bewustzijn zit, om die naar boven te tillen, die manifest te maken, die een naam, een leus en een boodschap te geven. En dan krijg je de grote massa mee. Dus we hebben het hier wat Extinction Rebellion betreft wel over de ambitie van een massabeweging die internationaal wordt en door alle lagen van de bevolking heen loopt. En dat is natuurlijk reet interessant. Ik heb, dat is voor de luisteraars misschien leuk, ik heb Menno uitgenodigd om samen naar de strategiedag van Extinction Rebellion te gaan. En dan gaat Menno natuurlijk heel kritisch kijken. En ik laat me natuurlijk meeslepen met de hippieliefde en alles. En dan komen we samen terug. En het lijkt me zeker dat we daar een vervolg aan moeten gaan besteden nadat die dag een feit is. Nee, dat is goed. Ik wil er eigenlijk nog één ding over zeggen, als het mag. Ja, natuurlijk. Kijk. Cool. Want jullie noemden al in de inleiding eigenlijk andere klimaatbewegingen, zoals Code Rood en Fossil Free Culture. Ik ken ze niet zo goed, dus nou ja, goed, maar wat meer inzicht kan geven. Maar wat mij bijvoorbeeld, hebben jullie wel eens in de uitzending gehad. Weet je, wat mij bijvoorbeeld opvalt, en dat is natuurlijk best een oppervlakkige observatie, dat geef ik toe. Maar kijk nou gewoon eens even op de Facebookpagina's van bijvoorbeeld Extinction Rebellion Amsterdam of Nederland en Code Rood. En het verschil is onmiddellijk duidelijk. Weet je wel, bij Extinction Rebellion komt het woord kapitalisme of kapitalismekritiek eigenlijk niet voor. Die had ik voor je verwacht, man. Op de Facebookpagina van Code Rood. Ja. Staat het gewoon met koeienletters, want dit is gewoon eigenlijk die hele fucking klimaatcrisis. Ik heb het hier ook met de anarchistische kameraden over gehad. Ik heb het hier ook met de anarchistische kameraden over gehad. Het is strategie. Het is strategie. Met elke Extinction Rebellion lid wat je nu spreekt, dat zijn uitgesproken anticapitalisten. Alleen men wil niet onder die vlag de beweging groter maken. En daarmee is de strategie. Kijk, die Gail Bradbrook, als je die hoort over Wall Street, nou dan is zij dus een van de oprichters. Zij is de eerste die Wall Street onderuit zou willen halen. Heeft er ook nog ideeën over. Maar wat zegt ze als ze voor de tv zit? Dan zegt ze van ja, die economen moeten het zelf maar uitzoeken van welk fucking systeem ze willen verzinnen om over deze crisis heen te komen. Daarmee garandeert ze dat de doelen klein, smal en begrijpelijk blijven om die influx van grotere delen van de bevolking werkelijkheid kunnen maken. Ja, ik begrijp het idee, maar ik vind het. Ja, je bent slim. Tot op zekere hoogte vind ik het doodeng. Weet je wel? Want dat betekent dat het maar helemaal de vraag is of zeg maar, wat ik dan die kapitalisme-kritiek noem, of dat ooit onderdeel gaat worden van dit hele verhaal. En daarom moet jij erbij komen, Menno. Iemand met die revolutionaire slagkracht en actieradius zoals jij, die moet infiltreren in die beweging. Come on! En ongemerkt ook. Nee, wat ik er even bij wil bij opmerken is bijvoorbeeld nu de sympathie voor de boeren. Er zijn allemaal boeren, die hebben dieren en dan zeggen ze, oh ja, die stikstof, wij willen er niet voor opdraaien. En iedereen, en zelfs ik, heeft sympathie voor die boeren. En waarom? Omdat we weten al dat de laatste 30 jaar die boeren helemaal niks kunnen. Ze zijn in bezit van de bank. En die is weer van het CDA. Ze kunnen geen kant op. Ze produceren alleen wat er moet geproduceerd worden. Ze hebben helemaal geen vrije keuze. En iedereen kan zich dat voorstellen. En dan nog dat boerengedoe en boer zoekt vrouw en boerenromantiek erbij. Dan heb je gewoon iets dat iedereen snapt. En dat is net zoiets eigenlijk als de gele hesjes in Frankrijk. Je weet het van, ja, die mensen die hebben gewoon diesel nodig. Want er is geen openbaar vervoer. Als je die diesel zo duur maakt, dan kom je nergens meer. Kijk naar Ecuador. Heb je ook grote rellen vanwege de brandstof. Omdat mensen kunnen niet anders. En dan heb je vanzelf een massabeweging. En hetzelfde is met die boeren. Iedereen snapt het. En op een bepaalde manier is iedereen de lul in Nederland. En dat besef, dat dringt wel door. Dus jij gaat nu tegen me zeggen dat ik geen hekel mag hebben aan die fucking klote boeren. Natuurlijk, maar iedereen mag ook wel een hekel aan hebben. Ik wil de discussie sluiten trouwens. En even, we gaan een andere keer door. Laten we Kimball bellen en eind aan draaien. Ja, oké. Laten we Kimball eens even bellen om te vragen wat zijn mening is.
over deze onderwerpen. Deze degene, dit en Kimball, dat is toch wel een hele grote opdracht. Ik ga eventjes de boel hier ordentelijk aansluiten. Hé, de telefoon, gaat hij al over? Hij gaat over, maar ik hoor niks. Ja, ik hoor wel, ik hoor iets. Ik heb de koptelefoon. Jawel. Hallo, Kimball. Jawel. Jawel. Ja, vertel het eens, Kimball. Heb je een mening over de discussie die wij net hebben gevoerd? Ja, ten eerste is de Staatscourant niet de Staatskrant, wat nog steeds wel eens verward wordt door het een en ander. Belastingdienst zit ook achter mij aan de afgelopen 3 jaar. En onlangs weer ontving ik ook weer allerlei brieven waarin ik moet bewijzen hoe snel mijn onderbroek slijt. Dus ook hier... Ook die zitten qua zorggegevens achter mijn reet aan. Ja. Nou ja. Zoek je nog een huis? Wat willen jullie verder nog weten? Luc Sala wordt 70 op 13 december. Die gaat een conferentie houden in Ruigeoord over de paradigmaverschuiving. Het kantelmoment, dat is een nieuw boek wat hij heeft geschreven. Samen met Ewout van Engelen, geloof ik. Nee, dat meen je niet. Ewout. Is dat... Nee, niet met Ewout, niet met Ewout Engelen, dat geloof ik niet. Nee, dat is een andere Ewout. Ja. Nou, dat zoek je maar even op. Je kunt je gewoon opgeven via Facebook. Op dit moment staat onder de passage in het Rijksmuseum de band De Staat op te treden... Met in het voortprogramma DJ Tizia en Boys Noise uit Berlijn. Volgens mij is het al afgelopen, Kimball. Nee, ja, is het al, ja, het zou rond 10 uur beginnen. Ja, Naakslak, die was er volgens mij om 6 uur en die zei dat het helemaal niks was. Of nee, ik heb hem verkeerd begrepen, dat kan ook hoor. Ja, het kan heel wisselen met die bezoekersaantallen. Ik was gisteren bij de aftrap van het Amsterdam Dance Event in het Concertgebouw op rij 8... Daar was We Fall, een Nederlandse band van Harm Kolen. Nou, dat was interessant. Kraftwerk zou tevreden zijn. Maar ik denk dat ze in de toekomst wat veel muziek gaan produceren. En daar houden we het dan maar bij. Qua lichtshow had het ook wat beter gekund. Maar ja, ze mogen leien dat ze in het Concertgebouw staan. Zojuist heeft Femke Halsema, die eruit zag als een soort Disney-figuur... in de gemeenteraad aangekondigd dat ze meer camera's en scanauto's wil... om de overlast aan te pakken. Welke overlast? Heel erg VVD-standpunt trouwens. Welke overlast, Kimball? Waar heeft ze last van? Nou, laten we zeggen de straatratjes. Een soort Siri in Amsterdam eigenlijk dus. Maar het gaat ook over effectieve beeldherkenning bij grof afval... dus ja, ik weet niet wat ze precies van plan zijn, maar dit, mensen die zetten hun vuilnis niet goed op straat neer en dat willen ze blijkbaar een beetje gaan aanpakken. Dat lijkt me echt een enorme urgente taak voor onze burgemeester. Voor Famke. Daar zitten we echt op te wachten. Nou, binnenkort gaat Rico Verhoeven weer tegen Badr Hari opnemen. Al dus Verhoeven is Badr mentaal niet op niveau. En 3 kilo lichter. En 3 kilo lichter, ja. Heeft de PSJM al een trekker aangeschaft, anders komen we er nergens meer. Erdogan heeft de brief van Trump in het prullenbak gegooid. Maar er is net wel een deal gesloten met Turkije over een wapenstilstand. Nou, dat is ook lekker. Verder is de markies nog in het land. Wat heeft hij gedaan deze week? Vanaf 21 november tot 9 februari is er in Parijs een leuke expositie. Cruel Objet du Désir. Dat is in het instituut Giacometti. En daar is een de Sade thema. Verder is er een nieuw boek, een historisch roman in Duitsland uitgekomen... van Cornelia Halla, Der Geschmack von Schmerz. Dat zich in 1763 afspeelt in Parijs. Waarin een vrouw geil wordt van de zaden of zo. Ik weet het ook allemaal niet. Is dat boek niet eer is Zurück? Ik dacht dat nee, dat... Nee. Ik heb wel net een stripboek ontdekt. De Arendjuffrouw. Dat gaat over het leven van Marquise de Sade. Dat is al een stripboek uit 1990 van Dufault en Griffo. Het is wel aardig bedacht in een theatrale setting.
Dus dat kan je gewoon bij bol.com nog aanschaffen, tweedehand. Even kijken, nou, daar hebben we het wel gehad, Plan. Ja, geen woord over onze discussie, hè? Welke discussie? Heb je wel geluisterd, Kimball? Ja, 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 zeker. Ja, Krans-Peter Domela Nieuwenhuis is een vriend van mij. Die, hij is 73 geworden onlangs, in eind augustus. Zoekt hij een huis? Hij was de manager van Django Edwards met de Festival of Fools. Ah, oké. Okay. Heeft toen een pand gekraakt in Fanny Scholtenstraat in de staat in de buurt. Daar heeft hij ze allemaal gedropt. Daar hebben ze allemaal festivals gehouden. Hij zat ook zelf in de politiek, even in de stadsdeelpolitiek in West. Onder de partij Staatsbelangen. Zonder al te veel succes, overigens. Ja, precies. Kunnen we achteraf constateren. Niet echt een deukje in een pakje. Nee, dat was geen... Nee. Precies. Maar het is wel een grappige gast. Daar kan je nog wel een gezellige avond mee hebben met een glaasje whisky. Mooi zo. Nou goed. Die zijn gebit maar in doet. Volgens mij staan de paarden al een tijdje te hinneken. Ik denk dat we gewoon moeten afsluiten. Ja. Hey, en morgen is naar de Borgenstraat, hè? Om 11 uur. Ja, morgen 11 uur Borgenstraat. Nummertje 75. Ja, zaterdag 11 uur. Nee, 1 uur. Dam. Het is mijn nummertje van 11 tot 12. En ik wil nog iets aankondigen op de valreep. Dat is eigenlijk het allerleukste van dit hele weekend, volgens mij. Dat is morgenmiddag tussen 5 en 7 bij Galerie Annette Geelink in de Laurierstraat. Klopt. Gaat de solo-tentoonstelling van Dick Verduld open. En voor de kenners onder ons is Dick Verduld natuurlijk de beste Nederlandse kunstenaar na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dat kunnen we toch wel even En Patapoe-DJ. Ja. Dus morgenmiddag tussen 5 en 7 bij Annette Geelink in de Laurierstraat de solo-expositie van Dick Verduld. Die gaat dan open. Als je even iets verder doorloopt, kan je ook nog naar de Tweede Tuin Dwarsstraat. Een beetje schuin tegenover Café de Tuin, waar vorige week Geert Wilders nog een biertje dronk. Leuk. Daar is een galerie. Wat een gemiste kans. Ja, daar is een galerie waar Paul Wiegman, ook uit de Staatsliedenbuurt, goede tekenaar, een mooie expositie heeft. Kunnen we ook nog naartoe. Oké. Morgen tussen 11 en 12 in de Borgenstraat 75 is ook nog een thema met een fotoshoot. Dus er gaan ook foto's gemaakt worden. Doe maar. Schitterend. En er wordt gefilmd. Alsof het niks is. Het lijkt verdomme Extinction Rebellion. Een fotoshoot, man. Kom op. De Domelaar Nieuwenhuis. Eh? Trouwens, de echte Domelaar Nieuwenhuis. Ferdinand. Wiens standbeeld op het Nassauplein staat. God hebben zijn ziel. Die is 18 november. Heeft hij zijn 100ste. Dan moet ik het goed zeggen. Sterfdag. Denk ik toch? Ja. Maar was dat nou de opa van Peter of de overgrootvader? Nou, Peter is in een jappenkamp geboren, dus ja, het lijkt me sterk. Maar er is een soort verwantschap via de broer, via zijn moeder, weet ik veel, achternicht. Maar volgens mij heet hij gewoon heel anders. Hè? Ja, oké. Okay. Voor incest eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ik snap het alweer. Hij was de buurman van Willem de Ridder, die trouwens ook 80 wordt binnenkort. Is geweest, is afgelopen vrijdag volgens mij. Was volgens mij inderdaad vorige week. Dat is ook weer geweest. Ja, dat is ook weer geweest. Ze worden allemaal maar steeds ouder, hè? Het is die zouden eigenlijk bellen toen. Ja. Of was dat gewoon deze week bellen dat hij 80 werd? Ja, kunnen, maar ja. Gefeliciteerd, Willem. Radio blijven maken, dat houd je hier om. Precies. Ja. Oké. Nou, dag. Dankjewel en tot de volgende week dan maar. Ja, volgende week weer. Pad Poesie, als je met je kunst. Kom dan op je trekker hierheen, zou ik zeggen. En wat al die meer zei. Op deze zender, Padpoel Radio, 88.3 FM Stereo. Hallo?